Voor en iedereen in de nieuwe wereld moet vandaag een belangrijke dag zijn. Want dan herdenken wij de internationale dag van de slavenhandel en de afschaffing daarvan. Dit zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, in gesprek met onze nieuwsdienst. Als er geen afschaffing van de slavenhandel was, was er ook geen afschaffing van de slavernij. In Suriname wordt er weinig aandacht besteed aan deze dag. Wijngaarde is van mening dat dit komt door de houding van de overheid en de kerk. Er bestaat dus niks in de vorm van geschiedenis op school. Als je wat zou leren, dan leer je meer van hoe onderdanig waren we, hoe geslagen werden en hoe dit, hoe dat. Maar we vertellen nooit wat hoe geweldig we waren. Dat een Boni bijvoorbeeld, die geweldig was in de slaventijd. Meer de slachtoffersrol. Wordt. En niemand houdt dan van als je waardeloos bent. Maar als men zou beginnen op de scholen van dat onze voorouders geweldig waren, dan zouden we meer houden van onze geschiedenis. Dan zouden deze dagen inderdaad meer aandacht krijgen. En de kerk aan de andere kant, die heeft ons gekenschetst als zondaren. En alles wat je doet is niet goed. Wat je voorgeschoten, dat is goed. Dus dat heeft gemaakt dat we nog steeds zo onbewust zijn. We zijn niet bewust van wat we zijn. Het thema voor dit jaar is het bestrijden van de racisme-erfenis van slavernij door middel van transformatief onderwijs. Wijngaarde vindt dat dit goed aansluit op de situatie in Suriname, omdat scholen niet toegelaten worden om aanwezig te zijn bij de herdenking van dergelijke dagen. Om een typisch voorbeeld te geven, de overheid moet sowieso, als ik neem dat ik een vergunning aanvraag, dat ik geld moet betalen om een vergunning aan te vragen. Ik zeg, dat verwondert me. Want ik zeg, sowieso moet je blij zijn. Het is een internationale dag, het is een internationale resolutie die geslagen is. De staat zou iets aan moeten doen. Dat doet niet. De staat doet het niet. Organisaties doen het. Dan moet je blij zijn als staat en alle support geven. Maar dat gebeurt. Dus het begint al bij die staat die dus geen aandacht aan besteedt. Vanmiddag heeft de Federatie voor Afrikaans Renamang een activiteit gehouden bij het standbeeld van Kwaku in verband met deze dag, de internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan. Wij brengen u morgen een verslag hiervan.